Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur heeft vandaag voorziening gegeven aan chemokuren door een schenking van 25.000 Amerikaanse dollar ten behoeve van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. De geste vloeit voort uit het Telesuur Saves Lives Project. Waarnemend directeur Dorek Ramlakan ziet het teruggeven aan de burgers via de gezondheidssector als een plicht. Om voortgang te geven aan dit project zal vanaf januari 2024 bij aankoop van elke belkaart een SRD daarvan worden gedoneerd aan het ziekenhuis. De visie van Telesuur en de raad van Telesuur ondersteunt dit, waarbij wij als Telesuur investeren in het welzijn van de mens. En dit is ons project voor de komende jaren. We zullen ook in verband met 44 jaar Telesuur in januari een project launchen in de maand januari, waarbij elk Surinamer die een Telesuur belkaart op waardeert, 1 SRD donatie gaat richting AZP voor een project bij AZP. Dus dat is onze focus. Daarna zullen we in het jaar 2025 verschillende projecten hebben op het gebied van de gezondheidssector, waarbij we teletons zullen plannen samen met de ziekenhuizen, maar ook verschillende projecten met de opvanghuizen. Je hebt de kinderthuizen, de seniorenthuizen, waarbij we ook met hen zullen samenwerken. Claudia Marika Redan, directeur van het AZP, waardeert deze geste, vooral vanwege de crisis binnen de gezondheidszorg. Ze gelooft dat dit partnerschap een lange weg zal gaan, daar de gelden de samenleving ten goede komen. We moeten dus kijken van hoe we ervoor kunnen zorgen dat we dus ook als het gaat om kinderen met kanker, dat we dus de chemokuren wel op een correcte manier kunnen toedienen. Dat ze dus de kinderbeperking hebben, dat het een financieel probleem, dat ze niet kunnen betalen. Dat is geen moment ook gebeurd. Dus ik moet zeggen, het moment dat ik het heb voorgelegd aan de directeur van Telesuur, heeft het direct omarmd. Hij heeft direct gezegd, nee, we gaan er iets mee doen. Ook met betrekking tot de situatie in het ziekenhuis zijn ze ook gekeken van, nou, we hebben ook een verantwoordelijkheid vanuit Telesuur. Dus we gaan dus nu ook moeten kijken naar beleidsombuiging binnen Telesuur als het gaat om onze social responsibility naar dus de samenleving toe. En vandaar dat we dus nu ook gestart zijn. Dus vanuit AZ, ieder kent onze slogan, Moving Lives Forward. En Telesuur die zegt, weet je, wij gaan voor Saving Lives. En dat is het beste partnerschap die je kan aangaan tussen het telecombedrijf en natuurlijk het ziekenhuis. Voor de komende periode zal Telesuur zich blijven focussen op het verstrekken van hulp aan de onderwijs- en gezondheidssector.